Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. In dit geval over Lightburn. Ik kreeg een vraag over het samenvoegen van vormen in Lightburn. Ik gebruik er vroeg naar waar zit het gummetje waarmee ik weg kan gummen en zo. Nou, dat is er niet in Lightburn, want dat zou betekenen dat twee vormen automatisch samengevoegd zouden worden. Anders kun je niet weggummen natuurlijk. Maar daar is wel een andere functie voor. En ondanks dat ik dat best wel eens een keer in een van mijn video's heb laten zien, heb ik er nooit een specifieke video over gemaakt. En dat ga ik proberen vandaag wel te doen. Ik doe daar uw voordeel mee. Het is wel heel veel trial and error en heel veel uitproberen. Maar stel je voor, ik ga een paar vormen maken. Ik pak een rechthoek. Ik pak een cirkel. Die teken ik door die rechthoek heen. Dat doe ik expres. Ik zal hem zo meteen ook nog iets verplaatsen naar boven. En nou, laat ik aan de andere kant er ook maar eentje doen. Zo. Hoppakee. Oké. Nu pak ik mijn pijltjestoets. Ik ga heel eventjes deze cirkel hier verplaatsen. Zo. Misschien moet ik hem zelfs wel door die andere heen plaatsen. Zo ja. Oké. Ik heb nu drie vormen. Ja. Zelf kies ik er altijd voor om met twee vormen te werken, maar ik ga het even proberen met drie. Stel, ik selecteer deze drie vormen. Dan pak ik dus het pijltje hier linksboven. Zo, ik selecteer het allemaal. Nu ga ik naar hulpmiddelen. En ik zie inderdaad dat ik het niet met drie kan. Ik moet het met twee doen, dus ik doe het met twee. Ik pak, nogmaals, ik pak dit cirkeltje met het vierkantje. Ga naar hulpmiddelen. En ik kies voor de Boolean Assistant. Oké, dan zie ik me bovenin vijf vierkantjes staan. En ik schuif dat even naar de zijkant, want ik kijk goed naar het plaatje wat er gebeurt als ik over die vierkantjes heen ga met mijn muis. Ah, kijk, zie je wat er gebeurt? Dus bij die gaat hij dat veranderen. Het is iedere keer als ik een vierkantje aanklik, krijg je het eindresultaat te zien als ik nu op oké zou klikken. Zie je dat? Hij doet steeds stukken wegsnijden. Ja? En de rechter is dus om te resetten naar het begin. Stel, ik wil dus die union, A of B heet dat. Ja? Ik zeg oké. Dan voilà, dan is dit nu mijn vorm. Nu kan ik hetzelfde gaan doen voor de twee overige vormen. Ja. Hulpmiddelen. Boolean Assistant. Hetzelfde laken en pak. Je ziet wat er gebeurt als ik er overheen ga. En de meest voor de hand liggende zou deze hier zijn. En ik klik op oké. En op die manier kan ik vormen samenvoegen en lijnen weg laten vallen. Die ik bijvoorbeeld niet nodig denk te hebben. Is er geen andere methode? Ja, altijd. Er is altijd een andere methode. Alleen dan wordt die ingewikkeld. Ja? Stel, ik wil dit stukje van die rechthoek hier weg hebben. Deze lijn hier. Ja. Wat ik dan doe, dan selecteer ik dat object. Ik kies voor deze knop hier. Dat is de Edit Notice. En dat gaat dan even lekker niet. Haha. Want het is een vierkant. Maar dan zou je dus Notice moeten gaan veranderen. Dat is waar het om gaat. Je moet dan. Oh, wacht even, ik weet wat ik daarmee moet doen. Ik ga daarop rechts klikken. Ik converteer het naar een traject. En dan zet ik die Notice knop erop. Nu heb ik vier nodes. Nu kan ik nodes invoegen. Als je hier op die knop gaat staan, dan zie je namelijk commando's. S voor smooth node or line. I voor inset node points. Nou, dat ga ik even doen. Inset node points, precies hier op die kruising. Daar. Dan moet ik alleen I drukken. En datzelfde doe ik hier. Nou, de D is voor deleten. Dus ik ga op deze staan en ik doe delete. En ik heb nu in elk geval die lijn al een heel stuk anders gemaakt. Maar ik kan dat dus nog veel verder gaan doen. He, ik kan hier een delete, een inset doen. En dan die gaan verslepen bijvoorbeeld. Zie je dat? En op die manier kan ik dan mijn object redelijkerwijs maken zoals ik het wilde maken. Maar het werkt dus niet met gummetjes en dergelijke. He, het werkt dus op een andere manier. Nogmaals. Twee objecten selecteren,
die over elkaar heen liggen. Ga naar hulpmiddelen, Boolean Assistant. Ik heb nu niks geselecteerd, vandaar dat het niet te kiezen is. En dan kun je met die blokjes daarboven, kan je kiezen wat voor jou de ideale oplossing is. Veel succes daarmee en veel plezier met deze functie.